Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van mij laten zien. Ik heb het mandje erbij gepakt. Hij zit behoorlijk vol als ik er zo naar kijk. Dus ik ga je laten zien welke producten erin zitten en welke ik dus heel erg fijn vond van mij. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een mascara. Deze is van Catrice. Het is de Go Big Go Bold 24 Hour Wear Extreme Avance Lash Effect Mascara. En deze belooft dus krul, volume en lengte. Ik heb heel vaak om dit soort mascara's gehad. En daar ben ik altijd een beetje sceptisch van, werkt het ook? Maar deze deed het echt. In het begin dacht ik even van, ik zie niet zo heel veel gebeuren. Maar uiteindelijk zag ik wel echt dat het effect wel echt werkte. Ik vind het borsteltje ook heel fijn. Het is een vezelborsteltje. En de textuur is ook heel erg zwart. En het is dus ook opbouwbaar. Dus ja, ik vond het echt een hele fijne mascara. Die mijn wimpers echt een mooie valse lash effect gaven. Dus ik was er wel heel erg enthousiast over deze mascara. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van Essence. Deze kwam uit de Mickey & Friends collectie. Ik heb hier een video van opgenomen. Mocht je deze nog niet gezien hebben en alsnog willen bekijken, ik zal de link even in de beschrijving zetten. Dat is deze. Ik heb de variant 02 Imagination Has No Age. Ik vond het heel tof hier op de achterkant. Dit voelt heel erg 3D aan. Als je het paletje opent, heb je aan deze kant een spiegel. En als je de andere kant opent, dan popt Minnie Mouse op. Dat vond ik heel erg tof. Ik zal even het blaadje eraf halen. En dan zie je dat dit de kleuren zijn. Ik vind het zelf hele mooie kleuren. Sommige hebben een hoofdje van Minnie bijvoorbeeld. En in sommige zit een strikje gedrukt. Dat zie je bijvoorbeeld hier. Ja, heel mooi paletje. Goed opbouwbaar qua kleuren ook. Vind ik altijd wel belangrijk dat oogschaduw goed op te bouwen is. Want pigmentatie is toch altijd wel belangrijk. Dit zijn de swatches. Ik zeg er altijd bij, het zijn misschien niet de origineelste kleuren. Omdat het kleuren zijn die misschien wat vaker voorbij komen. Maar ze hadden verschillende varianten en deze kleuren spraken mij toch het meeste aan. Dus ik vond dit paletje echt ook heel erg fijn in gebruik. Dan heb ik een lippenbalsem. Dit is een Marbleicious lippenbalsem. Die heb ik een keer bij de Action gekocht. En dit is de Candy variant. Het is dus een lippenbalsem die 100% vegan is. En dus een marble effect heeft. En je lippen gewoon verzorgt. En dus tegelijkertijd een licht kleurtje geeft. Dit is hem. Zo ziet hij eruit. De kleuren. Zo zie je heel goed het marble effect. Het is een hele fijne lippenbalsem. Zoals ik al zei, op mijn lippen liet hij een lichte tint achter. Het is niet heel breed of heel aanwezig, maar het is wel licht. En zo ziet de swatch eruit. Hij lijkt heel licht, maar op mijn lippen zag hij er beter uit. En ik vond het wel een fijne lippenbalsem die wel verzorging biedt. En het is ook wel fijn dat dit soort producten ook vegan zijn. Dat is ook heel fijn voor de mensen die dat ook belangrijk vinden. Dus dat was die. Dan heb ik hier een Hyaluronic Face Mist. Eigenlijk is het de Hydro Hyaluronic Face Mist van Catrice. Deze belooft 12 uur te hydrateren. Dat is deze. Er zit hyaluronic acid in, panthenol en glycerine. En het is echt een hele fijne mist eigenlijk voor je gezicht. Je houdt hem gewoon eigenlijk op 30 centimeter van je gezicht. En dan kun je ermee sprayen. Je moet je mond en je ogen gesloten houden. Hij had op zich best wel een aangename geur. Hij heeft een fijne verstuiver. En ik moet zeggen, ik merkte echt wel dat mijn make-up er mooi door bleef zitten. En ik voelde ook echt dat mijn huid gehydrateerd werd als ik deze droeg. En dat vind ik toch wel belangrijk, want hydratatie heeft mijn huid heel erg nodig. Want die voelt best wel droog aan. En deze face mist was daar echt heel erg geschikt voor. Dus die vind ik ook echt super fijn. Dan heb ik twee nagellakjes. Ook deze komen uit die Mickey & Friends collectie. En ik heb hier allereerst de variant van Donald Duck. Dat is deze. Ik zal even kijken of ik de naam kan lezen. Dit is de 02 als ik het goed zeg. Hij heeft een heel basic kwastje. Het is een heel leuk kleurtje. En dat ziet er dan zo uit. Oh, hij stelt nu scherp op mij. Wacht even. Kijk. Hij heeft er weinig zin in, jongens.
Wacht. Dit is het kwastje. Doe hem er heel snel in, want anders gaat het lekken. Het was eventjes een gedoetje. Maar eigenlijk een heel fijn kwastje waarmee je de nagellak aan kunt brengen. Dus dat is deze kleur. En ik heb hem ook in deze kleur met 01 Adventure Awaits. En dat is de Mickey variant. Leuke lakjes. Leuk effect geven ze ook. Ook heel leuk om bijvoorbeeld in combinatie met een glittertje te dragen. Wat ik wel merk is dat ze wat sneller chippen. Maar dat ben ik wel gewend. Want het zijn hele goedkope nagellakjes. Maar ze zijn wel echt super leuk. De kleurtjes zijn super leuk. Hele goede dekking. Alleen ja, ik moest ze een paar keer wat vaker bijwerken. Maar verder vond ik het echt hele leuke nagellak kleurtjes. Dan heb ik van Rosewater de Facial Toner. Dit is van Beauty Depth. Dit is te koop bij de Action. Ik heb al vaker wat uit die lijn gebruikt. En dit vond ik ook zo'n fijn product. Het is dus gewoon een toner die je nog kunt gebruiken nadat je je make-up hebt verwijderd. En ik vind dat zelf wel heel erg fijn. Dus ik ging hem aanbrengen. En dan... Oh, die geur alleen al. Het ruikt zo lekker fris. Het heeft zo'n openingetje. En... het ruikt super lekker. Je voelt je heel erg schoon als je dit gebruikt hebt. Dus ook heel erg ideaal als je niet gewend bent om bijvoorbeeld in de avond te douchen. Om het nog even te gebruiken nadat je je make-up hebt verwijderd. Maar je kunt het ook gebruiken als je geen make-up gebruikt. En dan heb je ook gewoon een heel schoon gevoel. Ja, mijn gezicht voelde heel schoon aan. Ik merkte echt nog wel nadat ik de toner ook nog een keer gebruikte. Dat er echt nog wel spul van mijn gezicht afkwam. Daar schrik je gewoon van. Dat er toch nog even goed... Nadat je je make-up goed gewoon verwijderd hebt met je eigen producten. Dat er dan toch nog wel wat resten afkomen. Echt een heel fijn product. Ik hoop ook dat de Action houdt. Want ik vind hem heel fijn. Misschien dat ik wel even wat ga inslaan. Want ik vind het echt heel erg lekker aanvoelen. Dan heb ik van het Kruidvatmerk 3 highlighters. Het zijn de Lighten Up Diamond Glow Highlighters. Dat zijn deze. Ik heb hier allereerst de 10 Champagne Pelican. Het is een poeder highlighter met een hele zachte textuur erin. En die je kunt aanbrengen. Ik vind allereerst ook het patroon erin heel mooi. Die diamantjes. Ik zal gelijk even de swatch opnemen. Laat ik ze zo meteen even met z'n drieën naast elkaar zien. Dus dat is de lichte kleur. Dan heb ik hier de 020 Pink Legacy. Ik vind hem niet echt roze. Ik vind hem meer goud als ik heel eerlijk ben. Dat kun je ook heel goed zien. Op het plaatje op internet ziet hij er heel roze uit. Maar als ik zo kijk denk ik ja, ik vind het meer goud. Het zijn highlighters die je ook heel mooi op kunt bouwen. En dat vind ik zelf ook wel heel erg fijn. Ik zie alleen dat de swatches niet zo mooi tot hun recht komen. Op mijn gezicht zagen ze er heel mooi uit. De derde variant is de Golden Jubilee. En dat is dus wel echt een gouden kleur. Maar ook een hele mooie highlighter. Je kunt ze ook gewoon opbouwen. Dus je kunt meerdere lagen over elkaar aanbrengen. Zodat je eigenlijk het gewenste effect krijgt wat jij mooi vindt. Even mijn handen afvegen. Dit zijn de swatches. Maar zoals ik al zei, je ziet ze op beeld niet zo heel erg goed helaas. 10, 20 en 30. Maar op mijn hand komen ze niet zo mooi tot hun recht dan op mijn gezicht. Op mijn gezicht zag het er echt fantastisch uit. Vandaar dat ik ze ook fijn vind. Alleen nu is het een beetje jammer om dat goed op jullie over te brengen. Omdat hij dus op de swatch wat lichter lijkt. Maar ik vond ze in ieder geval wel heel erg fijn. Dan heb ik nog een limited editie van Catrice. En dat was de Seeking Flowers collectie. Hele mooie collectie. Ik heb hier allereerst 2 highlighters. Hele mooie doosjes. De doosjes zijn hetzelfde. Ze hebben de namen 02 Apri Glow. En die zal ik dan als eerste even openmaken. Ook hier heb ik trouwens een uitgebreide video nog over opgenomen. Krijg ik nou weer dat doosje niet open? Ik had daar de eerste keer ook al wat moeite mee. Kijk, zit een spiegeltje in. Dan is dit de highlighter. Dit is het spiegeltje. Dit is de highlighter. Hele mooie kleur. Ook hiervan zal ik de link nog even in beeld neerzetten. Mocht je daar nog benieuwd of in de beschrijving neerzetten. Mocht je nog interessant vinden om die video te bekijken. Mocht je hem nog niet gezien hebben. Dit is dan de 01 Meet Me Bloom. En het doosje is verder hetzelfde. Ook de binnenkant. Hoop ik dat ik deze wel wat makkelijker open krijg. Nee. Het is me niet gegund vandaag.
En dat is dan een iets lichtere, zoals je kan zien, maar ook echt super mooi. Het zijn hele mooie highlighters die echt met je huid samensmelten. En dat vond ik zo mooi. Dat vind ik zelf gewoon echt heel erg fijn als een highlighter dat doet. Ik doe dus altijd wel dat blaadje er weer op. Ik vind dat toch altijd iets beveiliging voor de highlighter. Dit zijn dan de swatches 1 en 2. Deze zie je wel duidelijk zitten op mijn hand. Zijn gewoon echt heel erg mooi en heel erg fijn in gebruik, goed op te bouwen. Ik was heel erg enthousiast. Dan heb ik hier de twee blush en brush sticks. Het is dus een 2-in-1 product. Ook weer prachtige verpakkingen. Ik heb hier allereerst de C02 Speechless. Je hebt dus aan de ene kant heb je een borsteltje. Waarmee je dus de blush kunt inblenden. Ik heb hem zelf niet gebruikt. Ik doe dat liever met mijn eigen kwasten. Het gaat wel lekker. Ik laat alles vallen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dan heb je aan de andere kant de blush. En die hebben dus ook een marble effect. Je kunt de blush gewoon zo omhoog draaien. Dat was deze. Ze brengen heel erg mooi aan. En je kunt ze dus heel goed blenden. En dat vond ik heel erg belangrijk. Want ik heb wel eens van die blushjes gehad die dan niet zo goed blenden. Dan heb ik hier nog de variant C01 Berrylicious. En dat is dus inderdaad een roze kleur. Ik moet wel zeggen, hier zie je het marble effect. Ja, als je omhoog draait wat meer, maar bovenop niet zo heel erg. Ook een hele mooie kleur. Ja, echt hele fijne blushjes. Ze ogen op de swatch wat intens, maar als je ze dan goed blendt, dan zien ze er echt prachtig uit. Dus echt hele, hele mooie blushjes, waar ik heel blij mee ben. Ook hadden ze een hydrating lipmask en dat is deze. Een heel fijn lipmasker die de lippen echt hydrateert. Ik heb hem gebruikt voor ik ging slapen en ik vind dat zo lekker, want de volgende dag als ik wakker word heb ik hele lekkere zachte lippen. Heel mooi effect ook aan de binnenkant. Ik ga hem niet swatchen, want hij is transparant verder. Heel erg mooi eruit zien, maar ook gewoon echt heel fijn in gebruik. Het voelde zo lekker aan op mijn lippen. Echt, ja, ik vind dat heerlijk. En dan lekker in laten trekken terwijl je slaapt. Ja, ideaal. Dus dat is deze. Ook uit die collectie waren er nog drie lipstains. Deze ook hydrateren overigens ook. Ik heb hier de 03 Bloom Tastic. Dat is deze kleur. Dan hebben we de C01 Zo Apricot. Die ziet er zo uit. En dan hebben we de C02 Fuchsia Fling. Het zijn dus lipstains. Dus als je ze aanbrengt zijn ze heel intens. Zo ziet het applicatortje eruit. En dan zien ze er heel intens uit. Ik maak ondertussen even de swatches voor jullie. Maar gedurende de dag zullen ze ietsjes minder intens worden, wat niet erg is natuurlijk. Alleen de kleur die blijft wel. Dus dan droogt hij meer in en dan zie je dat die glans wat meer afgaat en dan droogt hij meer in, waardoor je dus alsnog die kleur blijft zien. Je gaat het zo ook zien. Kijk, ik heb ze hier nu even geswatcht. Nou ga ik er met het doekje overheen en dan kun je al zien wat er gebeurt. Want kijk, wat nu het geval is, is dat die kleur die blijft zitten. Weliswaar niet heel intens, maar hij blijft wel zitten. En daardoor krijg ik hem er ook iets moeilijker af. Dus dat moet ik weer eventjes beter boenen. Maar hele fijne lipstains ook. Dan heb ik nog een lipolie van Essence. En dat is de All Gay Hydrating Lipolie. Die heeft dus een hydrating effect. Ik vind hem heel mooi met dat blauw en dat paars. Dit is de 03 Hydration Booster. Het is gewoon eigenlijk... Hier zit algae extract in. Hyaluronic acid, jojobaolie en vitamine E. En je krijgt dus ook shiny lips, maar ook gewoon gehydrateerde lippen. Ik gebruik dit dan ook het liefst in de nacht. En dit is de applicator en het voelt gewoon heel fijn aan. Ik heb hem even geswatcht. Je ziet heel licht dat hij kleurt. Maar omdat het niet echt... Het is wel zo'n lekker product op een dagje dat ik bijvoorbeeld geen make-up gebruik. Dan zie je hem hier zitten. Het is een beetje lastig te zien omdat hij nu over die kleuren heen zit. Maar je ziet hem wel. En hij plakt ook niet. En dat vind ik ook wel heel fijn. Dus ook echt een hele fijne lipolie waar ik echt heel blij van werd. Want ik hou daar gewoon heel erg van.
Dan heb ik van Max & More een overnight repair serum voor de nagels. Mijn nagels zijn momenteel echt super droog en ik kan smeren wat ik wil. Maar ze blijven een beetje droog aanvoelen. Dit is een serum, dat breng je aan voor je gaat slapen. Trekt heel snel in en de volgende dag voelen je nagels al een stuk minder droog aan. Het is echt een heel erg fijn... fijn product. Dit is het kwastje. En het, ja, je nagels die worden gewoon zo gehydrateerd gewoon in die nacht. En ook het droogt heel snel. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat het in je beddengoed komt of wat dan ook. Dus het trekt heel snel in. Het is echt een heel erg fijn serum. Die ik echt met heel veel plezier ga gebruiken. Want ik denk dan altijd, ja, gaat wat werken. Maar het werkt ze dus echt wel. Dus echt super fijn. Dan heb ik van Catrice een Glow Lights highlighter. Dat is deze. Met de naam 010 Rosy Nude. Het is gewoon een highlight powder. En die heeft ook weer een heel erg mooi... Oh jee. Kijk, een heel erg mooi effect met wat pigmenten erin. Een hele mooie highlighter die ook weer heel mooi op te bouwen is. En gewoon heel erg mooi eruit ziet op het gezicht. Kijk, hier zit hij. Oh. Kijk hier, je moet eventjes dit wegdenken, maar echt een hele mooie highlighter die heel mooi tot zijn recht komt en ook echt gewoon heel goed zichtbaar is op het gezicht en dat vind ik zelf gewoon heel erg fijn. Dus ik werd heel erg blij van deze highlighter omdat hij heel erg mooi tot zijn recht kwam, de kleur paste ook goed bij mijn gezicht, dus echt heel fijn. Dan ben ik ook toe aan het laatste product en dat is een oogschaduwpalette. Deze is van Max & More. Hij komt in dit doosje en dit is de 521 Love Notes. Het is een paletje die nog niet zo lang in de winkel ligt. Het is dit paletje met ja, eigenlijk gewoon hele leuke kleurtjes er ook in. Er zitten shimmer kleuren in en ook matte kleuren. Zo ziet hij er dan uit. Een heel erg mooi paletje. Ja, hij voelt wat goedkoper aan, maar het is ook niet een heel duur paletje. Maar de kleuren zijn echt fantastisch. In sommige kleurtjes staan ook weer zo'n emmetje gedrukt van Max & More, wat heel leuk is. En wat ik al zei, je hebt dus matte kleuren en ook shimmer kleuren. Dan heb ik er even een paar opgenomen. Ik vind het echt een hele mooie pigmentatie. Kijk, want dit is het pigment zelf. Die lichte kleur pigmenteert heel erg goed. Zo was ik heel erg verrast door. De kleuren blenden ook heel erg goed. En omdat je best wel wat kleurtjes krijgt in dit paletje, zijn er ook best wel wat ooglooks mogelijk. Want je hebt in totaal dus 12 kleurtjes. Ze hebben ook namen. Die staan op de achterkant. Dus waardoor je echt hele leuke ooglooks kunt creëren. Dus echt een super leuk paletje. Ook als je bijvoorbeeld nog niet zo lang bezig bent met make-up. Is dit ook een heel erg leuk paletje. Want het is heel goedkoop. En je kunt er heel erg leuk mee experimenteren. Dus ik vind het zelf echt een heel erg leuk paletje voor een kleine prijs. Dan waren dit mijn favoriete producten van mij. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij er een product bij hebt zien zitten die je misschien zelf ook wel eens hebt gebruikt. En of je daar misschien ook enthousiast over was. Of dat je naar aanleiding van deze video denkt, hey, ik ben misschien nog wel geïnteresseerd in bepaalde producten. Deze collectie ligt niet meer in de winkel, maar is online misschien nog wel te koop. En dat geldt ook voor de producten van Mickey Mouse. Ik ben in ieder geval weer super enthousiast. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!